Dit is een oefenopgave voor de 3F rekentoets. Wil je de opgave eerst zelf maken, pauzeer dan de instructie. We moeten hier 1 derde keer 756 uitrekenen. Dat is hetzelfde als 756 gedeeld door 3. En eigenlijk moeten we dus kijken hoe vaak past 3 in 756. Als je dit moeilijk vindt, dan kijk je hoe vaak je het wel weet. 3 keer 100 is 300, 3 keer 200 is 600. 600 past makkelijk in 756. Dus we gaan 200 keer 3 van 756 afhalen. Dan houden we nog over 156. Nu gaan we kijken hoe vaak past 3 in 156. 3 keer 5 is 15, 3 keer 50 is dus 150. We halen 150 van 156 af en we hebben nu 50 keer 3 weggehaald. We houden nu nog 6 over. We weten 2 keer 3 is 6, dus we kunnen 3 er nog 2 keer uithalen. We komen nu op 0 uit en we hebben 252 keer 3 uit 756 gehaald. Het antwoord is dus 252.